Beste luisteraars, u luistert naar het programma Wist u dat? En wij heten u allen van harte welkom op deze vroege woensdagmorgen 2 augustus 2023. Wij gaan gelijk beginnen met DNA-lid de heer Belfort in Paramaribo. Meneer Belfort, goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Botsoor, goedemorgen luisteraar van Radio Damsko. Dat is zometeen. Goedemorgen, we gaan het weer in het programma Wist u dat hebben over de laatste politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname. En bijna ben ik bang om het allemaal te zeggen, maar er is natuurlijk weer het een en ander gebeurd, of er gebeurt een heleboel. Laat ons even kijken naar de situatie in de ziekenhuizen. Is daar een enige verbetering ingekomen voor wat betreft medicijnen enzovoort? Ik vind het gewoon jammer om steeds de zaken die slechter gaan te noemen, omdat niets verbeterd wordt, hè. In de ziekenhuizen, vooral het academisch ziekenhuis Paramaribo, zijn er ernstige tekorten. Een week terug had oogarts Daryl Pajura Ridder het wereldkundig gemaakt dat baby's doodgaan in het ziekenhuis. Nu luidt algemeen directeur mevrouw Redan de noodklok. Ja, dat is ingeluid. Ernstige tekorten, medisch verbruiksartikelen, medische apparatuur. Om niet te praten over tekort aan menskracht. Ja, deskundige specialisten. Iedereen trekt weg. De zorg is ernstig in gevaar gebracht door deze regering. En het ziet er niet naar uit dat er verbetering komt op korte termijn. Want de specialisten hebben een aantal brieven geschreven. Acties gevoerd. Verpleegkundigen ook aan dovenma's oren. En alles is zo blauw-blauw gelaten. Ondertussen tellen we de doden op de neonatale zorg, zijn er diverse baby's overleden. En de minister van Volksgezondheid, die zit nog aan. Hij is de eerste die de land uitgestuurd zou moeten worden. Zoveel doden in één regeerperiode. Met 100 mensen. Ja, ja. COVID-periode. Zoveel lijken. Er was geen plaats meer dat de lijken op de grond in vriescontainers, koelcontainers zijn geplaatst. Op de grond. En de minister zit nog aan. Ja. Nu is er weer, zijn er weer ernstige tekorten. De minister zit nog aan. Ja, maar de vraag is natuurlijk, hebben ze, ik neem aan dat er ook vragen gesteld worden over deze zaken, want als directeuren in het ziekenhuizen klagen en in elk geval de noodklok luiden, dan ga je ervan uit dat misschien ook parlementariërs vragen gaan stellen om te kijken wat er hieraan gedaan zal worden, wat gaat de regering daaraan doen? We stellen niet alleen vragen, ik ken het academisch ziekenhuis, ik zat ook in de zorg. Jaren 80 zat ik in de zorg. Die vliegramp van 89 heb ik meegemaakt in het academisch ziekenhuis. Ik zat in de nachtdienst. En ik weet wat het betekent. En ik kom niet alleen met vragen, ik kom ook met oplossingsmodellen. Gepresenteerd aan de regering in het huis van het volk. En ze doen de dingen niet. Simpele dingen om te doen. Tekort aan mensen, tekort aan medicamenten, aan medisch verbruiksartikelen. Dan ben je reis de wereld rond. Je gaat naar Dubai meer dan 1 miljoen verspild. Je gaat een brug bouwen dat niets zal opleveren aan Suriname van bijna 200 miljoen dollar. Zodat geld gestopt kan worden in de zorg. Belangrijke zaken, basale zaken ontbreken er in de zorg. Dat eigenlijk het niet verantwoord is om het ziekenhuis bijna operationeel te houden. Maar men zit gewoon rustig aan. Mensen gaan daarvoor hulp. Ja, je gaat lopen er naartoe. Eigenlijk ga je verticaal, horizontaal afgevoerd. Zo ernstig is het in een academisch ziekenhuis. Niet alleen daar, medisch Mungra Centrum, idem.
het ziekenhuis van Marina. Die kan ook met tekorten, Wanika ziekenhuis willen ze sluiten. En wanneer we de dingen aankaarten, dan heet het ja, we feiten de regering. Ze komt ook met oplossingsmodellen. Ik kom concreet met oplossingsmodellen, meneer Botse. Luisteraars en de regering neemt die voorstellen niet over. Maar ja. Ze zien zichzelf met zoveel verhogingen. Ja, maar ik kan me zo voorstellen, de begroting is behandeld, neem ik aan, of nog niet in het parlement? Nee, voor dit jaar is het al behandeld, toch? Ja, maar goed, maar daar is er toch geld voor medicijnen en dat soort dingen, voor volksgezondheid is er toch geld vrijgemaakt. Waarom komen die medicijnen dan niet? Op papier is er geld. Op papier is er overal, heeft men hun mannetjes gezet. De VAP heeft op belangrijke posten hun mensen gezet. Mensen die op de voorzitters van de VAP lijken gezet. Voorzitter BGVS, voorzitter SZF, voorzitter RGD, noem maar op. Of directeur SZF, directeur RGD, en zo kunnen we het rijtje aflopen. Allemaal achteruitgang. Achteruitgang, het lijkt alsof maar één bevolkingsgroep maar is in Suriname. En die bezet alle posten. Kunnen of niet, ze moeten daar geplaatst worden. En dat is het beleid van deze regering. Het is aangetreden 16 juli 2020. Heel ernstige tekorten. Mensen zijn doodgegaan en mensen gaan nog dood in het ziekenhuis. En de president die reist de wereld rond. Laatst was hij weer in Europa op bedeltour. Ja, ja. Nou, we gaan het straks over die president hebben. Ik wil het nog heel even hebben over onderwijs, want daar hoorde ik ook van dat er wat problemen waren. De minister die had, dacht ik, in het parlement gezegd dat er kinderen die vervoerd worden naar school in allerlei bussen enzovoorts, dat er te veel geld daaraan besteed wordt. En daarna heb ik een mevrouw gehoord die daar werkt en die gezegd heeft van ja, wij weten hier niks van. De minister heeft niet met ons gesproken. En we begrijpen niet waar hij het over heeft. Wat kunt u ons daarover vertellen? Op deze manier eigenlijk moest ik geen minister worden. Dat is de manier die zij alleen de Hindustan kan Suriname vooruitbrengen. Dan zet je zo iemand op onderwijs, multi-etnisch. Het onderwijs wil een volk vernietigen, dan moet je het onderwijs schaden. Ja? En die meneer zit daar, nou is daar aangekomen. Die daar allerlei uitspraken in het parlement zonder onderbouwen, zonder stukken, waar de mensen boos worden, dan heet het, hij gaat nog dingen laten onderzoeken en dit en dat. Dat doe je nou niet. Je mag gewoon, je maakt jezelf tot fan van de mensen. En een minister kan niet alleen functioneren. Die heeft stafmedewerkers nodig, die heeft directeuren nodig. En juist die mensen, naar wat ik heb begrepen, die zijn juist niet geadieerd al voor ons uit te komen met allerlei uitspraken. Maar ja, het is de regering die dat eigenlijk in de hand heeft gewerkt. Die houdt die manier van. Ik dacht Frankrijk, er is geprotesteerd hier. En toch benoem je die manier en kijk, hij laat steken vallen. Hij laat steken vallen. Een meneer uit Frankrijk? Ja toch, hij was ambassadeur in Frankrijk, als ik het goed heb. Oh ja, de minister. Ja. Maar goed, ik had begrepen, tenminste, ik had in de pers vernomen dat er een reshuffling zou gaan plaatsvinden binnen het kabinet. Dat de president zou een aantal mensen vervangen. Hoe zit het daarmee? Al langer dan een jaar horen we reshuffling. Dan is de ene niet ready, dan is de andere ready. Ja, voor reshuffling. Uiteindelijk komt het maar niet en zo kun je niet als minister functioneren, toch? Omdat de namen, heb ik begrepen, van ABAP-ministers zijn doorgestuurd. Hoe moet de minister functioneren? Namen van ministers, van directeuren, heb ik begrepen, zijn doorgestuurd. En er werd toen gezegd dat op het moment de president terug is vanuit Europa, zou die reshuffling plaatsvinden. Op een gegeven moment gingen bepaalde ministers niet meer aan het werk. Wat er ondertussen is gebeurd, weet ik niet, maar ik denk dat de VP zijn zin niet heeft gehad. Meneer Kouteri heeft zijn zin niet gehad. En dat zie je dat bepaalde ministers
weer ter tonele verschijnen. Dus het is in en al een samenraapsel van zaken om een regering te vormen. Zonder kunde, zonder enkele kennis, zitten ze daar enkel en alleen maar eigen belang. Maar wat was de reden van die reshuffling dan? Ik bedoel, men zegt wel van sommige ministers moeten weg. Is het omdat ze niet functioneren of hoe zit dat? Dat wordt naar voren geschoven. Maar wie functioneert wel in deze regering? Functioneert de president goed? Functioneert de vicepresident goed? Ze moeten zich schamen. Ze moeten beginnen bij de persoon. Eigenlijk, net als wat Michael Jackson heeft gezongen. If you want to change the world, begin with the man in the mirror. Ja? Je wil de wereld veranderen, je wil het ministerteam veranderen. Begin met de persoon in de spiegel die je ziet. Ja, president, vicepresident, begin die te vervangen. Dan doet hij iets goeds. Heel Suriname klaagt over dit duo. De president en de vicepresident. Hij gaat daar een minister vervangen, alsof de minister het niet goed doet. Terwijl jij de persoon bent die daar steeds de mensen hindert. Omdat je dus in een preponderante positie bent, dan hinder je de mensen. Je roept ze, je schreeuwt ze, jammer, jagu, enzovoort. Mensen moeten bepaalde dingen doen die ze in problemen kunnen brengen. En als ze weigeren, dan heet het, die minister is niet goed. Die dingen worden niet gezegd. Het volk weet niet wat er speelt. Je ziet bepaalde mensen lopen met das en jas aan. Eigenlijk zijn het wolf in schaapskleren. Ga dichterbij, dan gaat u zien hoe deze mensen te werk gaan. Ze schreeuwen de mensen, jagen ze weg, bel, beledigen. Iedereen. Omdat ze zogenaamd voorzitter zijn van partijen. Ja, dat soort dingen moet je achterwege laten. Maar ja, de ministers willen dat accepteren hoor. Ja, dus maar er komt, als we praten hier over deze zaken, dan vraag ik mij toch af van waarom komt er geen duidelijkheid in deze zaken? Bent u de enige parlementariër die zich zorgen maakt over dit soort zaken? Over de medicijnen die er niet zijn? Over de veiligheid in het land? Over het functioneren van een president en een vicepresident? Zijn er geen andere mensen in het parlement die daar ook vragen over stellen? Ja, pardon. Parlementariërs stellen diverse vragen, maar worden er niet beantwoord. Maar, want het gaat ook over veiligheid. We hebben het nu net gehad over de medische consequenties voor mensen die sterven omdat ze geen medicijnen hebben enzovoort. Maar met de veiligheid is het natuurlijk ook bar en boos gesteld. Ja, dan gaat de minister van Justitie en Politie afgelopen dag, maandag was het, daar vorige week was het, gaat hij daar in Marowijne een brandweerkazerne annex politiebureau openen. En dan wil die minister zogenaamd een waarschuwend woord richten naar de criminelen. Ja, totaal geen. Er is geen. Maar wat zei hij dan? Allerlei dingen van ja, de maas uit de destijds niet, die criminelen zijn gewaarschuwd. Jullie gaan het merken, we gaan jullie niet aanpakken, want het gaat zo niet verder. Dat raakt de criminelen niet. Ja, en dan komt de VP nog een schepje er bovenop doen. Om te zeggen, ja, criminelen in Marowijne hebben banden met de politie. Het is gewoon een lachertje, toch? Banden met de politie? Banden met politie in de stad of banden met politie daar in Marowijne? In Marowijne. Look who's talking. Nee, God en in Suriname kunnen deze dingen alleen gebeuren. Maar goed. De man zou daar niet, eigenlijk. Ja. Er gebeuren vreemde dingen in Suriname. Wat gaan ze dan doen? Want als ze zeggen dat er banden zijn tussen politieagenten en criminelen, wat gaan ze eraan doen? Nou, hij heeft gezegd. Ja, de politie moet niet te lang op een plaats blijven, want dan krijg je deze dingen. Ze moeten verplaatst worden, allerlei dingen. Alsof men niet weet wat er gaande is in Marowijne. De politie heeft toch alle informatie over Marowijne. Wie daar de scepter zwaait over criminaliteit.
Ja toch? Vanaf deze regering is aangetreden. Diverse drugstransporten vanuit Albina naar Frans-Guyana, Frans-Guyana naar Frankrijk. Dat zelfs de Franse minister van Justitie Politie op een CITO-bezoek hier is geweest. Niet 1 kilogram, duizenden kilograms bendes. Ja, criminele organisaties zijn opgerooid in Frankrijk. Met vertakkingen helemaal in Suriname. Wie staat erachter dan? Denken ze dat de Amerikanen niet weten wat er gaande is in Suriname? Nou, ambassadeur van Amerika, die heeft in april toch met een heel grote delegatie een bezoek gebracht aan de PG. Niet om koffie te drinken, om andere dingen te praten. Over grensoverschrijdende criminaliteit. Ja, daarover werd er gesproken. Ja, mensenhandel, drugshandel. En in het team zaten, schrikt u niet, DEA, FBI, CIA en andere veiligheidsinstellingen in uniform, militair tenue gekleed. Drie militairen heb ik gezien in uniform gekleed. Onder leiding van de Amerikaanse ambassadeur. April dit jaar. April dit jaar en niet zo lang terug stond er in de krant. Amerika wil een basis van DEA hier in Suriname vestigen. Ik heb geen reactie gehoord van de Surinaamse regering. Dus je ziet, Amerika volgt alles. Daarom krijgen we ook geen steun van bepaalde landen. Omdat de landen weten wat er gebeurt. Een gezaghebbende krant in Frankrijk, Le Monde. In de hele drugslijn vanuit Colombia, Venezuela, Brazilië, Suriname in kaart gebracht. En 64 vluchten in kaart gebracht waar allemaal gevlogen is, waar naartoe gevlogen is, die allemaal daar in beeld is gebracht, namen zijn genoemd. Is niet zomaar. De wereld weet precies wat er in Suriname gebeurt. Dan doen bepaalde mensen alsof ze ja aan goud doen en goudwinning doen en dan hebben ze geld legaal verdiend. Maar de wereld weet alles wat er in Suriname gebeurt. Ik vind het alleen maar jammer dat dit met dit mooie land gebeurt. Suriname wordt naar de verdoemenis geholpen met deze regeerders. Ja, ja. Maar men heeft dus gezegd dat politie en brandweer, of andere in elk geval, dat soort politionele takken in Marowijnen, in Mungo onder andere, allerlei vreemde contacten onderhouden, dus met, zeg maar, criminelen. Maar hebben ze ook gezegd wat ze daaraan gaan doen? Als ze bewijzen hebben, dan moeten ze toch daar iets aan doen. En dat is de minister van Justitie die dat zei. En de VP, de bron moet je dus bestrijden, toch? Maar als de bron de persoon is die de boodschap brengt, dan wat voor zin heeft het? Het heeft geen enkele zin. De politierapporten spreken boekdelen, toch? Bijna elke politieman weet wat er gaande is in Marowijnen. Ik zit thuis, ik krijg diverse berichten. Ja. Of vliegvelden daar, illegale vliegvelden. Ja, twee motorige vliegtuigen landen daar in Marowijnen, al die dingen. Politieambtenaren zeggen maar toch. Ik ben niet daar. Ik ben al lang uit het politieapparaat, maar je krijgt die informatie. Hard, overal in het land zijn er diverse illegale vliegvelden. En het OM heeft handen vol om ze zogenaamd onklaar te maken met explosieven van het Nationaal Leger. Onlangs is een drugsvliegtuig. Dat begraven, in stukken was gezaagd, begraven, weer boven de grond gehaald, toch? Ja, ja. Ja. Nee. Het is het land vernietigen. Ja. Door hebzuchtige mensen. Dit mooie land wordt vernietigd. En straks gaan we niet meer hier kunnen wonen, kunnen leven. Want de criminaliteit zal heel hoog zijn in Suriname. Direct gaat het op. Ja. Nou, dat laten we dat niet hopen, want het is een veel te mooi land daar in Zuid-Amerika. Laten we het even hebben over de regering, want ik had begrepen dat er, ten aanzien van het kiesstelsel, een aantal zaken zouden worden behandeld.
Want ja, als je het kiesstelsel wil veranderen, dan moet je dat in elk geval in een wet omzetten. Hoe zit het daarmee? Nou, voor het eerst zie ik dit gebeuren. In de regering, zoveel stromingen. De NDP heeft een voorstel ingediend. Ik heb ook meegetekend. Daarna diende de VAP een voorstel in. Wij zijn kiesstelsel. Daarna komt de ABOP met een voorstel. Beide partijen zitten in de regering toch, VAP en ABOP, PL. En schrikt u niet, van de week, de regering dient 3 wetsvoorstellen in. Dus één regering, kun je zeggen, bijna 5 wetsvoorstellen zijn ingediend. De regering komt met 3, VAP komt met 1 apart, ABOP, PL komt met 1 apart. Welke fase moeten we dat in behandeling nemen? Dus is het misschien bewust chaos creëren of proberen zand in de ogen van het volk te strooien? Want dit merk ik voor het eerst. 1 regering, maar je komt met 5 voorstellen. Men zei eenheid van bestuur, allerlei dingen zei men, ja. Maar wanneer het op aankomt, dan ziet het er naar uit alsof iedereen doet zijn eigen ding. Ja. Maar ik neem aan dat de regering met 1 wetsvoorstel komt die behandeld wordt in het parlement. Maar dat gebeurt dus niet. Met 3 zijn ze gekomen. 3. Waarvoor? Ja, dan gewoon een chaos creëren. Dat zie ik voor het eerst. Ja. Ander punt. De president die... heeft het de laatste tijd ook heel vaak over het koloniaal verleden. Ik heb begrepen dat hij aangegeven heeft dat er excuses zijn aangeboden vanuit Nederland door de koning en door de premier van Nederland. Ten aanzien van het slavernijverleden zijn er excuses aangeboden. Hij zegt van nou, hij is nog niet klaar. Of Suriname is nog niet klaar met Nederland wat dat betreft. Want er is ook nog een koloniaal verleden. En daar koppelde hij ook nog de inheemse aan de zaak. Van ja, er zijn dus contractarbeiders in Suriname, inheemse. En er zijn ook nog, kortom, de man die gaat door met zijn koloniaal verleden. En de vraag is... Wat vinden ze in Suriname daarover? Wordt er niet op gereageerd? Nou, allang is er op gereageerd. De inheemsen en de tot slaafgemaakten, die hebben een slavernijverleden. De immigranten hebben geen slavernijverleden. Maar dat is ook wat ik denk wat hij probeert te doen, is geschiedsvervalsing. Alleen die noemer moet u zien... die actie van meneer Santoki. Iedereen weet dat of Suriname... Of hij wil geld hebben voor zijn mensen. Ja, maar dan moet je niet aan geschiedsvervalsing doen. De immigranten zijn hier uit vrijwillig gekomen... op basis van een contract. En ze hebben gearbeid en geld ontvangen. Na die contractperiode, 5 jaar eerste periode... kon men kiezen of hier blijven of weggaan. Zij die hier blijven kregen geld enzovoort, geld en grond. Ja, en die is teruggegaan. Wat voor slavernij is dat? De slavernij was al lang afgeschaft, dus meneer zit gewoon op geld uit. En daarom kreeg hij geen antwoord van de Nederlandse regering, omdat de Nederlandse regering hem doorheeft. Dus inheemse en Afrikanen, die zijn genoemd in het slavernijverleden. Onlangs heeft toch koning Willem-Alexander op 1 juli excuses aangeboden. En wie waren daar? Nazaten van de Afrikanen, de slaafgemaakte, en inheemse toch? Of heeft meneer Santoki die beulen niet gezien? Inheemse waren daar toch? De inheemse hebben toch ook daar een zakje gedaan? Zo in hun klederdracht. Meneer Santoki probeert, koste wat het kost, ja, de geschiedenis te vervassen. En dat gaat hem niet lukken. De inheemse zijn ingecorporeerd in het slavernijverleden. Zij waren hier slaven, tot slaven gemaakt.
Ik ben niet bezig geschiedenisles aan geschiedeniscollege aan meneer Vaterke te verzorgen. Maar je moet de geschiedenisboeken indijken. Daar heeft meneer koning Willem-Alexander gezegd, Tim van Draino. Die Indiërsen waren toch daar? Heeft hij ze niet gezien? Waren ze zo klein? Er was een behoorlijke groep Indiërsen daar hoor. En nazaten van de Afrikanen die tot slaaf waren gemaakt. Die twee groepen waren daar. Ik heb ook in die stalen gezien. Maar die zijn niet meegeteld. Ja? Omdat hun voorouders hier naartoe zijn gekomen op contractbasis. Daar heet het contractarbeid. En ze hebben gearbeid en geld gehad. Ja, ja. Dus dat moet ik goed begrijpen. Ik ga het alleen maar bakstil halen. Ja. Nogmaals, ik hoor alleen geen mensen in Suriname hier tegen protesteren. Misschien gebeurt het wel, maar ik hoor het niet. Er is al geprotesteerd hier, ook in Nederland. Maar die meneer probeert constant de geschiedenis te vervalsen. Meneer Sender was er tegen, toch? Iedereen, al de nazaten van de tot slaafgemaakte, zijn er tegen. Je kunt die twee dingen niet vergelijken. Het koloniaal verleden en het slavernijverleden. Ze zijn hemelsbrede dingen. Ja? Ze verschillen hemelsbreed. Dat was misdaad tegen de menselijkheid, het slavernijverleden. Het koloniaal verleden, maar ze waren toch hier. Er was toch ook een agent-generaal benoemd. Ze hadden rechten. Ze waren mensen, ze zijn hier gekomen. Ja, onder contract. Maar de slaven, de Afrikanen, die waren geen mensen, die waren handelswaar. Ja, als ik het zo bekijk, gebeurt er dus letterlijk en figuurlijk heel weinig in Suriname. Het zijn altijd dezelfde onderwerpen die behandeld worden in dit programma. Domme uitspraken van regeerders die niet weten wat er allemaal moet gebeuren. Er zijn problemen in de zorg, er zijn problemen in de medische wereld, problemen met betrekking tot de veiligheid enzovoort. Wanneer komt hier, en dat is mijn laatste vraag eigenlijk, wanneer komt hier nou verandering in? Ik denk wanneer de regering weggestuurd is en een integere regering is gekozen, dan zal er verandering komen. Maar zoals het nu erop uitziet, zal er door deze regering geen verandering komen. Althans, niet in positieve zin. Ja. Goed, is er nog iets wat u wilt zeggen wat ik bijvoorbeeld niet gevraagd heb? Want ik weet het ook niet meer. Het zijn altijd dezelfde onderwerpen. Ja, ik blijf het zeggen, elke keer weer. Alle mensen die luisteren, die hart hebben voor Suriname, in en buiten Suriname, tot welke bevolkingsgroep u ook behoort, of tot welke politieke partij u ook behoort, bent u man, vrouw of jongeren, dat doet er niet toe. Laten we de handen in elkaar slaan. Waarom? En dan ga ik u uitleggen. Dit mooie land wordt vernietigd. Suriname wordt op dit moment vernietigd. Het lijkt alsof de onderwereld de overhand heeft hier in Suriname. En op een gegeven moment gaan we niet meer hier kunnen wonen. Laten we de handen in elkaar slaan. De eerstkomende verkiezing. Deze regeerders massaal wegstemmen. Komen ze met pakketten of met geld of met auto's. Trap niet in die val van ze. Het zijn valse beloftes, valse profeten. Stem ze massaal weg, anders gaat u niet hier kunnen wonen. Bent u in Nederland, uw familie gaat het hier niet goed kunnen hebben. Ja, Suriname verdient een betere kans als het in Singapore is gelukt. Onder Lee Kuan Yew. Als het in andere landen, bijvoorbeeld Afrika. Ja, Rwanda is gelukt. Waarom Suriname niet? Singapore heeft 6 miljoen zoveel inwoners. Geen enkele grondstof heeft Singapore. Maar kijk wat Singapore is vandaag de dag. De corruptie in Singapore is 0,5%. De corruptie in Suriname is 99,9999%. Daarom gaat dit land niet vooruit. Ik roep u op mensen. Ik verzoek u. Laten we de handen in elkaar slaan. En voor eerst en voor altijd afrekenen met deze vernietigers. Suriname kan nog op spoor gezet worden. Er is een nieuwe organisatie die op poten gezet wordt. De stukken zijn verstuurd naar de president om getekend te worden. De coördinatie ligt in handen van... Maar die president, die heeft hij al getekend of niet voor die organisatie? Want die stukken waren teruggestuurd voor... Wat ik heb begrepen, een politieke organisatie is toch een vereniging
Dus de mensen hebben opgenoemd een vereniging. En dat moest men veranderen in politieke organisaties. Dus, ja, maar het is ondertussen al gebeurd. Ja, dus het is in mijn ogen gewoon proberen zaken te verdraaien, te traineren. Maar goed, het is al weer weggestuurd. Ja, waar politieke organisatie, waar vereniging staat, ja, moet politieke organisatie komen staan. Dat soort dingen moest men veranderen. Maar ja, men heeft het al gecorrigeerd, heb ik begrepen. Dus het is nu afwachten totdat alles getekend is. Dan gaat men naar buiten komen. Laten we massaal deze organisatie steunen, mensen. Het is de redding van Suriname. De nieuwe organisatie die Suriname op spoor moet zetten. Laten we het koesteren, mensen. Ik verzoek u. Goed. Meneer Belfort, ik wil u hartelijk dank zeggen en een fijne dag verder toewensen. Ja, ook dank de gelegenheid van boven.